Vandaag extra aandacht voor voedselzekerheid. Jonge kunstenaars houden expo. En Marlene's ballet naar Brazilië. Goedenavond, fijn dat je er weer bent. In ons kortjesblok vertellen we je het laatste nieuws. Het is Wereldvoedseldag vandaag, de verkiezingen in Venezuela zijn geweest en BMX Stunter bezoekt scholen in Suriname. De Voedsel- en Landbouworganisatie, FAO, heeft 16 oktober uitgeroepen tot de Wereldvoedseldag. Dan wordt extra aandacht gegeven aan voedselzekerheid. Het thema dit jaar is Change the Future in Migration, Invest in Food Insecurity and Development. Investeer in voedselzekerheid dus. Overal in de wereld vinden op deze dag verschillende activiteiten plaats in samenwerking met de FAO. In Suriname wordt ook stilgestaan bij Wereldvoedseldag. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, organiseerde al vanaf 9 oktober evenementen. Die lopen door tot morgen. Dan vindt de afsluiting plaats, de Mungo, en worden er daar planten verkocht. President Maduro won weer de verkiezingen in Venezuela. Uit 23 deelstaten van het land kreeg Maduro 17 deelstaten die voor zijn partij kozen. De oppositie is het hierover niet eens. Zij vermoeden dat er sprake is van fraude. Dit omdat volgens peilingen voor de verkiezingen de partij van Maduro juist zou verliezen. In Venezuela is het al maanden heel onrustig, er is onvoldoende te eten voor de 30 miljoen inwoners en er waren grote demonstraties tegen de overheid. Duizenden personen kwamen maandenlang op straat omdat zij vinden dat de regering het land niet goed leidt. In die periode kwamen er meer dan 100 mensen om en raakten duizenden gewond. Het is nog niet duidelijk of de verkiezingsuitslagen opnieuw geteld zullen worden. Aanstaande zaterdag wordt Take It to the Streets gehouden. Die was al eerder georganiseerd. Jongeren mogen dan meedoen aan straatvoetballen, graffiti tekeningen maken, dansen, skateboarden. Wat nieuw is dit jaar is BMX stunten. Speciaal hiervoor gaat de BMX stunten met zijn team naar verschillende scholen om te vertellen over het evenement. En natuurlijk laat hij zien wat hij kan. Net de kinderen wat BMX-kunsten kunnen vertonen. Deze editie is speciaal omdat wij uit Nederland een pro-BMX'er hebben laten halen. En die zal ook bij het event aanwezig zijn. Waarom wij straatsporten uitkiezen is omdat wij van mening zijn dat het heel laagdrempelig is. Kinderen doen heel gemakkelijk mee met straatsporten. En wat we nu merken in Suriname vooral is dat de alternatieve sporten opkomen. En dan heb je BMX, je hebt skateboarding. Maar om eigenlijk het niveau aan te geven in de wereld, hebben wij een pro-BMX'er laten halen om eigenlijk de mensen hier een beetje te triggeren, enthousiast te maken, om gewoon verder daarmee te gaan. Misschien durven de jongeren van de scholen ook mee te doen. Kunstenaars in wording, dat zijn de kinderen die meedoen aan de workshop van G Art Block. In het weekend werd er een expo gehouden waarin zij hun schilderijen trots konden presenteren. Ook die van Adash hing erbij. Dit is Adash. En dit is zijn vader George. George Struikelblok is een hele bekende kunstenaar en hij deelt alles wat hij weet met kinderen door workshop te geven. 3 maanden kregen ze les. Een van de leerlingen is Adash, omdat hij net als zijn vader een grote passie heeft voor kunst. Adash leidt ons persoonlijk rond in de expo-ruimte en vertelt wat het verhaal is achter de kunst die er staat. Dat is van mij. Het gaat gewoon over de arme kinderen, dus op het wereld. Ik heb handjes geschilderd omdat de kinderen die op het aarde zijn, die arm zijn, alleen maar pijn en ongelukkig zijn. Kunst is belangrijk omdat kinderen dingen niet persoonlijk willen zeggen tegen hun ouders of zo gaan ze schilderij maken om te wijzen wat aan de hand is. Dit is van mij. Het leek echt op een poes in. Het was eigenlijk een abstract ding, maar ik heb gewoon tot een poes gemaakt. Dit is ook van mij. We moesten ook met tertiaire kleuren werken. Tertiaire kleuren zijn de basiskleuren, bijvoorbeeld blauw, rood en geel. Hoewel Adash al veel weet,
mag hij nog veel van zijn vader leren. En wie weet, misschien op een dag overtreft de leerling de meester. Tijdens de cursusdagen maandag en zaterdag kunnen de kunstwerken nog bekeken worden. Daarna begint weer een nieuwe lesperiode. Voor 5 jonge meiden van Marlene's Balletschool komt deze week een droom uit. Ze mogen dansen in een echt theater tijdens FIDA, het Amazone Dansfestival in Brazilië. Daar nemen ze deel aan workshops en strijden 3 van hen mee in een danscompetitie. Voor Marlene's Ballet is het de 3e keer dat ze naar Belém do Pará in Brazilië afreist voor het FIDA Festival. De 5 danseressen die Suriname dit keer vertegenwoordigen, zijn allemaal tussen de 13 en 15 jaar en gaan voor het eerst mee. Misschien is het leuk voor hun om te zien wat een echt theater is, om mee te maken hoe die wereld is, die danswereld is buiten. Ik vind dat echt geweldig, want dit is niet iets dat elke dag zomaar gebeurt. Het is ook echt een droom voor mij, dat ik naar het buitenland kan gaan voor iets waarin ik best goed ben en dat ik al heel lang doe. FIDA is een van de belangrijkste dansfestivals in Zuid-Amerika dat voor de 24e keer wordt georganiseerd. Er komen jongens en meisjes van over de hele wereld naartoe om 5 dagen lang workshop in repertoire, klassieke en jazz te volgen. Chayelle neemt hier ook aan deel. Het is wel leuk dat ik zo'n ervaring mee maak, omdat ik al 10 jaar aan dans doe. Ik kan mijn hart in ballet vinden. Het brengt me tot rust. Als ik verdriet heb, als ik iets heb, dan wanneer ik dans voel ik me vrolijk, omdat het me ontspanning geeft. In mei hield Marlene een danscompetitie van haar school. Daar kwamen prachtige dansvoorstellingen uit. Onze dans hebben we gemaakt voor de danscompetitie van onze eigen school. Die was in mei. En met deze dans hebben we eigenlijk de competitie gewonnen. En daarvoor zijn we dus geselecteerd om naar Brazilië te gaan en deze te presenteren. Mevrouw Marlene vond het een heel goed en sterk stuk. Dus dan zei ze dat we deze konden performen in Brazilië. Isabel en Ariella treden op als duo. En Gia staat straks in haar eentje op het podium. Ik moest mijn solo zelf maken en het is wel iets wat ik heel blij om ben, dat ik het zelf heb gemaakt en dat het zo goed is uitgekomen. Want het was wel echt altijd een droom om mijn solo te doen in een ander land, een competitie te doen. Het is de 2e keer dat Marlene met zo'n jonge groep naar het dansfestival afreist. We hopen dat ze natuurlijk goed uit de bus komen, dat ze een van de beste zijn. En daarvoor gaan ze ook natuurlijk, ze hebben zich helemaal klaargemaakt ervoor. We gaan natuurlijk om te winnen en we willen eigenlijk wijzen wat wij kunnen doen. Ik ben heel zeker dat het heel moeilijk gaat zijn. Er gaan hele goede danseressen, dansers zijn. Dus ik heb wel hoge expectaties, maar ik hoop dat ik het gewoon heel goed ga doen en mijn expressie, mijn dans gewoon toppunt gaat zijn. In het verleden heeft Marlene's Balletschool al 2 keer de eerste prijs gewonnen voor choreografie. De laatste keer was in 2012. Het Amazone Dance Festival begint woensdag en duurt 5 dagen. Dat was het vanavond. Fijn dat je hebt gekeken. Wel te rusten en tot morgen. Doei!